Ieder jaar tijdens de Pinksterdagen vindt er in Nune een zeer speciaal evenement plaats. Vanuit praktisch alle landen van Europa komen verzamelaars van oude stationaire motoren naar Nune om hun motoren tentoon te stellen en te tonen aan het publiek. Zoals we hier op deze beelden zien, komen de mensen vaak met vrachtwagens en aanhangwagens waar ze de motoren opgeladen hebben naar Nune. Veel van deze verzamelaars hebben er al reeds een reis van meer dan 1000 kilometer op zitten om dit evenement te bezoeken. Zoals we op deze plaatjes zien, zijn er diverse verschillende vormen van stationaire motoren. De stationaire motor is een krachtwerktuig. En de motor die wij op dit plaatje zien is een turbinemotor, die dus ook gebruikt wordt in vliegtuigen, straaljagers, maar ook als aandrijving voor generatoren. Op de volgende beelden zien we een deelnemer uit Groot-Brittannië die een oude wasmachine meegebracht heeft. En zoals we weten, een wasmachine, daar zit een elektromotor in, maar vroeger werd daarvoor dus de stationaire motor gebruikt. Hier zien we een Benz stationaire motor. Deze motor is van omstreeks 1900 en werd meegebracht door Helma Wisniewski uit Zwitserland. Mike White uit Engeland bracht deze hete luchtmotor mee. Deze hete luchtmotor is van het merk Ryder Ericsson. Nog een toepassing voor stationaire motoren zie je hier. Deze motor drijft namelijk een boormachine aan. De meeste motoren worden gestart door middel van een slinger, maar zoals we hier zien kan door middel van een flinke ruk aan het vliegwiel de motor ook tot leven gebracht worden. En voor iedere rechtgeaarde verzamelaar klinkt dit geluid als muziek in de oren. Ongetwijfeld voor liefhebbers de mooiste motor die dit jaar meegebracht werd was deze Martini schuivenmotor. Het is een motor die gebouwd is in 1883 en de brandstof voor deze motor was gas, stadsgas. In deze beelden zien we een Gardner motor, gebouwd in Engeland. Het is een benzinemotor. En Gardner stond erom bekend om zijn enorme precisie waarmee de motoren gebouwd werden. Hier zien we een Franse motor. Deze motor is gebouwd in Vierzon, een plaats enkele kilometers onder Parijs. De stationaire motoren werden geregeld door middel van een regulateur. En op deze motor zien we een zeer mooi uitgevoerde, fraai uitgevoerde ballenregulator.